smaakt zo lekker. Het was net wat mooier versierd. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdagochtend en we zijn... Oh, moment. Oh my god, die Canons vlogcamera's gaan echt kapot of het freaking... I don't know. Het is vrijdagochtend en we zijn in LA, we zijn in downtown. Dit is de view. Oeh, zit op de 25e verdieping. En dit is onze eerste dag downtown. Dus we gaan vandaag even kijken wat hier allemaal te doen is. Daar is de Hollywood sign. Daar is het strand. Daar is West Hollywood. Ja, Sander en Ollie zijn al beneden. Dus ik ga ook snel naar beneden. Ik was mijn vlogcamera vergeten. Daarom loop ik nu terug. En we gaan vandaag downtown exploren. Dus ik ben benieuwd. Ik heb dit vandaag aan. Deze top. Deze broek. Die is vintage voor degene die het vroegen. En deze pet heb ik bij gewoon zo'n local fietsverhuurding in Venice gekocht. Er zijn heel veel in Venice geweest. Ja, that's it. Let's go. Nou, downtown lijkt een beetje op New York. Downtown, het is zo grappig, want het is gewoon een kwartier van West Hollywood. En het is totally different world. Eindelijk vind ik waar een zwart ijs hebt. En het smaakt zo lekker. Het was net wat mooier versierd. Maar... Serieus. Hebben jullie bij mij ook gezien? Ja, is nog wel, ja, is nog wel een soort van mooi. Hoe verder? Alleen, met baby's is dit niet echt de allerbeste... Ben ik ook zo zwart? Ja, uiteraard. Heb ik een zwarte top? Hè? Heb ik een zwarte top? Ja. Oké, we zijn naar de derde verdieping. Of de derde... 16e verdieping van een leuk tent. Dat heet Perch. Ik zal hieronder wel wat plekken opschrijven. Als jullie tips willen, als je naar downtown alleen gaat, kan het dus echt aanraden. En daar zit je dus zo. Echt super nice. Eten was echt super lekker. Ja. Hè? Oh, dat is zo lekker. Echt super lekker. Nou, jongens. Even later, Sander en ik zijn echt back off. Ja, ja, zo moe. Deze stad is mij echt helemaal leeg zo. Ik word echt altijd zo moe van een stad. We zijn nu weer in West Hollywood en ik heb mijn ogen omgekleed. Want mijn broek zakte af. Ik werd er gek van. Dit is van de Greek Theater, hè? Ja. Oh, I see. En we zijn weer terug waar deze journey gestart is. Namelijk bij de Griffith Observatory. Om de sunset te kijken. Dat is nice. Zo ziet het er hier uit. Ik wou dat ik baby Olivia was en in een karstoeltje lekker lag te slapen. Love her life. Wij zijn weer terug in het hotel. Ollie heeft haar pyjamaatje aan. Wat is er gebeurd? Is de tas gevallen van papa? We zijn weer terug in het hotel en we zijn best wel moe, hè? Lekker slapen gaan we. Krijg ik nou zomaar een knuffel van jou? Dat is echt het allerleukste moment ooit. Of was ik een opstapje naar een boek? Boekje. Boekje. Zullen we een boekje lezen? Dat is gezellig. Welk boek gaan we lezen? Oh, kijk. Kijk. Wij liggen lekker in bed en we hebben roomservice besteld. We zijn lekker aan het eten. San is op het laatste aan het eten. Het was super lekker het eten trouwens. Ja. En we gaan nu lekker slapen hierna. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Ik ben net wakker. Tenminste, ik heb gedoucht en make-up gedaan. En ik heb nu met een andere blogger afgesproken, Michelle. Daar ga ik even iets mee eten, downtown. Daar zijn we nu ook. En de rest van de dag gaan we bij vrienden van Sander wat eten, gezellig. En wat filmen voor Sander. En that's it. Dit uitzicht is zo mooi. Ik zit in de Uber en
little further. Let me see. I've never been here. En terug in het hotel. Het mooie uitzicht. En een baby die houdt van gillen. Hi. Hi. En ik was dus terug in het hotel. We gaan hier spullen pakken. En dan gaan we naar vrienden van Sander in Noord-Hollywood volgens mij. Daar kom ik ook niet heel vaak. Ook wel een leuke plek. Ik heb net dus mijn camera op zo'n stop gedaan. Dat is echt niks voor mij. Ik hou hem altijd gewoon in mijn hand vast. Alleen hier kan je denk ik wel iets steviger mee filmen. I don't know. Let's go. Ik heb Olly aangekleed. Deze broek heb ik bij de Baby Gap gekocht. Want daar hebben ze echt de leukste dingen. En voor de avondkou heb ik even haar Amsterdam sweater van Little Indians omgeknoopt. En zo ziet ze eruit. En haar slippertjes zitten in de auto. Hey guys, het is even later. En ik zit in de vliegtuig. Ik heb een stuk van mijn rollen. Het was echt super chaotisch de laatste avond. En zochten ze nog inpakken met Olly. Rozijntjes! Dat ik niet meer gevlogd heb. Ook omdat ik toch best wel zenuwachtig ben te vliegen. Dacht ik van, ik vlog even niet. Maar ik zit nu in het vliegtuig. Deze was een Galaxy, weet je wel? Ja. Dus dat is wel tof. Maar ik had het gezien. Die Dragon film. Chinese Dragons. Of zo. Die film heet Norm. Norm? Met Richard Gere en Martin Sheen. Is zo goed? Ja? Coolio. Ik vond de Guardians of the Galaxy nummer 2 ook echt super tof. Guardians of Galaxy. Ja. Guardians of Galaxy Volume 2. Nou, ik weet niet of dat wat voor mij is. Mijn genre is meer Mean Girls. Wat zeg je? Mijn genre is meer Mean Girls. Er zit toch in de Guardians of the Galaxy zit toch Groot? Die zegt alleen maar I am Groot. Op alles. Oh, trouwens, ik weet niet of jij het gehoord hebt. Maar voordat we gingen borden, werden we omgeroepen. En toen smolt ik echt, want Olivia werd ook omgeroepen. Olivia Kleinenburg. Ja, klopt. Last call for Olivia Kleinenburg. Klopt. Ja, maar... Ik ben weer thuis. En Olly, ik was bang dat Olly het huis niet zou herkennen. Maar dat doet ze wel. Want ze liep meteen naar de buren die een kat hebben. En ze ging er meteen heen rennen en miauw roepen. Dus ze weet precies waar ze is. Ik zie wel echt wit na deze vlucht. Nee, zoals jullie dus gezien hebben, hebben we echt een superleuke vakantie gehad. En het is echt heel snel gegaan, al moet ik zeggen. Ik had ook best wel veel tips, vragen gekregen. Sowieso had ik heel veel vragen gekregen voor hotspots. Voor mensen die nog naar LA gaan of die dat wilden weten. Dus ik weet niet of ik het al gezegd heb. Maar heb ik dat in een live gezegd op Instagram. Maar daar ga ik nog een apart artikel op schrijven op mijn blog. En dat zal ik hieronder linken. Dat ga ik ook over Parijs doen, omdat ik die twee vragen gewoon super vaak gesteld krijg. Dus dat ga ik doen. En voor de rest had ik heel veel vragen gekregen over... hoe je een lange reis kunt voorbereiden. Sowieso is het heel belangrijk als je naar Amerika gaat dat je een ESTA op tijd aanvraagt. Nog steeds, heel veel mensen vergeten dat. Sander heeft ook een keer, dat ik je toe verteld, een probleem gehad met toen hij naar Canada ging. Dat hij daar geen visum voor had aangevraagd. Dus het is heel handig om dat soort dingen even te checken. Dus als je naar Amerika reist, kunnen de Amerikaanse autoriteiten die bepalen zeg maar aan welke eisen je moet voldoen. En dat kan dus op elk moment veranderen. Dus... het is goed om daar up-to-date van te blijven. Dus het is dus handig als je een lange reis gaat maken dat je even een checklist maakt van wat je nodig hebt en aan welke eisen het moet voldoen. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een superhandige app. Die heb ik ook gedownload voordat ik naar LA ging. En die is gratis te downloaden. En daar kan je superveel actuele reisinformatie vinden. En de app heet BZ247. Mochten jullie die willen downloaden. Want wat van die app super handig is, is dat je eigenlijk instanties, dus zeg maar de Amerikaanse overheid of dat soort government websites, heb je bij de hand. Dus stel dat je over Amerika iets wil opzoeken, wat ik dan wilde doen,
Dan kan je zeg maar gewoon meteen doorklikken. En dat is heel chill. En als je naar andere landen reist, kan je daar ook allemaal andere dingen vinden over natuurgeweld, bagage, reisinformatie, welke documenten. En daarnaast kreeg ik heel veel vragen over hoe wij dat met vervoer in de VS gedaan hadden. Nou, de meeste van jullie weten wel dat wij gewoon een auto gehuurd hebben. Dat is in LA wel heel handig, want eigenlijk doe je alles daar met de auto. Dat hebben wij dus ook gedaan, overal met de auto rondgereden. En daar kreeg ik ook heel veel vragen over of je dan in Amerika met een Nederlands rijbewijs mag rijden. Bijvoorbeeld Mobis dat ook nog steeds niet, of dat kon of niet. Met een Nederlands rijbewijs mag je in alle EU-landen reizen, maar bij sommige landen heb je zo'n IRB, heet het geloof ik, nodig, zo'n internationaal rijbewijs. Dus dat, maar in Amerika mag je gewoon reizen met, rijden met een Nederlands paspoort. Een ander ding, wat ook belangrijk is met reizen, wat echt wij ook best wel vaak gedoe mee gehad hebben, bijvoorbeeld toen we naar Rusland gingen. Als je bijvoorbeeld naar Rusland gaat, moet je paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn. En daar hebben wij wel eens gedoe mee gehad. Dus check ook eventjes, als je naar een ander land gaat, hoe lang je paspoort dan nog geldig moet zijn. Want het is bij best wel veel landen 6 maanden, bij sommigen ook 3, maar bij sommigen dus ook 6. Dat is ook echt typisch van die dingen waar ik best wel vaak van hoor dat het fout gaat bij mensen. En inderdaad, als je een auto gaat huren, check dan ook even of je rijbewijs nog geldig is. Dat is ook belangrijk. En ook de landen waar een internationaal rijbewijs verplicht is, kan je ook vinden op de Buitenlandse Zaken app BZ247. En daar word je direct door verwezen naar de juiste info van de ANWB. Wat ook handig is om te weten, is dat je op de app van Buitenlandse Zaken bepaalde dingen over extreme weersomstandigheden kan checken. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar vorig jaar was ik in LA en toen was er echt een mega grote bosbrand. Want het is natuurlijk super droog in de Westkust en in Californië. Helemaal rond deze periode van het jaar. Ik wist dat zelf niet, ondanks dat ik echt de afgelopen jaren maanden in Californië heb doorgebracht. Maar er is natuurlijk ook orkaanseizoen en allemaal dat soort dingen. Dat begint geloof ik in november. Dat komt er ook aan en het is gewoon sowieso heel belangrijk om goed voorbereid op reis te gaan. Helemaal als je niet vaak lange reizen maakt, is het wel goed om op de hoogte te zijn. En je kan je via de app van Buitenlandse Zaken aanmelden voor de 24/7 informatieservice van Buitenlandse Zaken. En daarmee kan je dus, als je op vakantie gaat of gaat reizen naar een bepaald land, kan je je aanmelden zodat je op de hoogte blijft van alles wat er in dat land gebeurt. Van belangrijke info. En je kan de app gebruiken zonder internetverbinding. Dus dat, en dit stukje was een samenwerking met Buitenlandse Zaken. Ik ga denk ik ook de vlog afsluiten, jongens. Ik ben best wel moe. Ik ga lekker wasjes doen, spullen uitpakken. We hebben niet echt geslapen. En ik heb deze vlog ook echt super veel gedaan, volgens mij. Dus dat ga ik doen. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan hieronder. En laat even een comment achter. Laat ook even een comment achter als je nog een reis gaat maken. Of wat jullie nog gaan doen qua vakantie. Vind ik altijd leuk om te horen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie zondag weer.